Beste leerlingen, welkom bij de eerste online les van natuurwetenschappen. Omdat ik niet te veel um, wil achterzitten op schema, heb ik beslist om uh, hier en daar video's te maken of hier en daar uh, opdrachten aan jullie mee te geven. Dus ik hoop dat jullie, uh, dat ik kan rekenen op jullie medewerking. Um, het zijn rare tijden, maar samen gaan we er zeker en vast wel door. Wij uh, hadden al gekeken naar chemische stoffen in organismen. Daarvan hebben jullie normaal gezien onlangs een toets van gemaakt. Voordat jullie mij de vraag stellen, nee, die is nog niet verbeterd. De toetsen liggen nog op school. Dus uh, ik ga ze de komende dagen gaan halen. Maar we gaan wel al overgaan naar het volgende hoofdstuk. Uh, of dat hebben we eigenlijk al gedaan. Uh, we zijn al begonnen met het hoofdstuk over de vertering van voedsel. En daarvoor hebben we eerst en vooral gekeken naar de werking van enzymen. Kort ter herhaling: de stofuitwisseling en de stofwisseling. Die twee woorden lijken op elkaar. De stofuitwisseling hebben we gezien bij de werking van het celmembraan. We weten nog dat het celmembraan bestaat uit een dubbele laag. En daarin komen transmembraan eiwitten voor. Zij kunnen doen aan passief of actief transport van stoffen, stoffen die binnen of buiten de cel kunnen gebracht worden. Dat noemen we stofuitwisseling, de uitwisseling van stoffen. De stofwisseling daarentegen is eigenlijk het omzetten van een bepaalde stof in een andere stof. En daarvoor zijn chemische reacties vereist. Um, en ik heb het voorbeeldje over de fotosynthese al aangehaald. Bijvoorbeeld fotosynthese is een reactie tussen um, CO2 en glucose, waarbij er water en zuurstofgas wordt gevormd. Het geheel aan chemische reacties noemen we dus de stofwisseling, of een ander woord, heb je ongetwijfeld al gehoord, is uh, het metabolisme. En we hebben gekeken naar twee types van reacties. Er zijn twee types reacties mogelijk. Uh, als we praten over stoffeingsreacties, namelijk anabole en katabole reacties. Anabole reacties zijn opbouwreacties, katabole reacties zijn afbraakreacties. Dus anabole reacties zorgen voor het opbouwen van uh, verschillende stoffen, bijvoorbeeld twee moleculen glucose die samen maltose zullen vormen, maar daarvoor is energie vereist. En aangezien anabole reacties energie vereisen, noemen we deze endo Energetische reacties. Endo betekent binnenin, we steken of we investeren energie in die reacties. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld het aaneenkoppelen van aminozuren. We weten hopelijk nog dat dat gebeurt tussen het koolstofatoom van één aminozuur en het ziekstofatoom van een ander aminozuur. Die twee worden aan elkaar gebonden aan de hand van een peptide. Leptidebinding, dat een heel energierijke binding is. En tot slot de fotosynthese als ander voorbeeldje. Katabolyse-reacties zijn geen opbouwreacties, maar zijn afbraakreacties. Bijvoorbeeld ik een eekhoorn, net zoals wij, wij eten. Wij, wij eten continu. Um, en daarbij breken wij dus continu voedingsstoffen af. Bijvoorbeeld lactose. Lactose kennen jullie ongetwijfeld van... Komt voor in melkproducten, bijvoorbeeld in kaas, in melk, uh, yoghurt enzovoort. Lactose moeten wij afbreken. Lactose wordt afgebroken in galactose en glucose. Dat zijn twee monosacchariden. Dat gebeurt aan de hand van een hydrolyse reactie, dus er wordt water opgenomen. En daarbij wordt deze binding hier afgebroken. En er komt dus energie vrij. Dus in plaats van een endo energetische reactie, hebben we het over een exo-energetische reactie. In plaats van assimileren praten we over dissimileren of dissimilatie. En het is dus een afbraak uh, stofwisseling. Ander voorbeeldje is uh, glucose. Glucose wordt tijdens de celademhaling omgezet in CO2 en water. Merk op dat dit eigenlijk de omgekeerde reactie is van de fotosynthese. Nu, katabolenreacties zijn exo-energie-reacties, er komt energie vrij. En die energie is van heel groot belang. Bijvoorbeeld, kijk maar naar een eekhoorn, die moet veel eten om zijn lichaamstemperatuur te kunnen behouden. Maar ook wij moeten voldoende eten die stoffen moeten worden afgebroken, de voedingsstoffen moeten worden afgebroken, en die energie wordt gebruikt onder andere ook voor, het op, um, voor de opbouw van eiwitten. Uh, denk maar aan uh, mensen die heel veel fitness hebben, Wordt aangeraden van veel te eten, maar vooral ook juist, juiste voeding in te nemen, um, want die voeding wordt gebruikt voor de opbouw van bijvoorbeeld eiwitten. Sorry, de energie wordt gebruikt voor de opbouw van eiwitten. Uh, het samentrekken van spieren verrijst ook uh, energie enzovoort. Nu, enzymen zijn eigenlijk uh, kleine stofjes die reacties gaan versnellen. Want hebben we hebben gezien, er moeten reacties plaatsvinden. Um, er moeten stoffen worden omgezet in andere. En enzymen zijn eigenlijk stoffen, hulpstoffen, die ervoor zorgen dat die reacties kunnen worden versneld. Dus enzymen katalyseren... Chemische reacties, het katalyseren, is eigenlijk het versnellen van een reactie. Nu, wij hebben ook al gezien dat reacties moeten plaatsvinden onder een bepaalde temperatuur. Dus hoe sneller dat, um, hoe sneller dat deeltjes gaan bewegen, hoe meer botsingen er kunnen optreden tussen die deeltjes of moleculen. En dus hoe groter de kans op een chemische reactie. Daalt die temperatuur, is er, een, is er onvoldoende kinetische energie aanwezig, dan zal de reactie waarschijnlijk niet kunnen plaatsvinden of in kleinere mate, in mindere mate. En eigenlijk, onze lichaamstemperatuur is, dat bedraagt hoeveel, dat weten jullie normaal gezien, 37 graden Celsius. Onze lichaamstemperatuur is soms niet voldoende om een reactie te laten plaatsvinden, maar gelukkig hebben wij in ons lichaam heel wat enzymen aanwezig die die reacties wel mogelijk maken. Ze versnellen die reacties. En dus enzymen noemen we ook wel biocatalysatoren, omdat ze ja, chemische, biochemische reacties katalyseren of versnellen. Een voorbeeld van een enzym is catalase. Dat breekt H2O2 of waterstofperoxide af. Uh, en dat catalase voorkomt celdood, want H2O2 is heel toxisch voor de cel. Maar alcohol is ook heel toxisch voor de cel. Um, wij consumeren alcohol, maar we weten dat als we, als we alcohol in te grote mate con um, consumeren, dat dat toxisch kan zijn voor het lichaam. Dat zorgt ervoor bijvoorbeeld dat er geen impulsen tussen zenuwcellen kunnen worden overgedragen, bijvoorbeeld. Dus alcohol moet ook onschadelijk worden gemaakt. Dat gebeurt in de lever aan de hand van het enzym alcohol dehydrogenase. Daarbij ontstaat er H2O2 als bijproduct, maar dat is ook toxisch. Dat wordt op uh, zijn beurt terug onschadelijk gemaakt door uh, catalase, wat we daarnet hadden besproken. Deze reactie uh, is een klein beetje fout. Of ja, daar, hier voor die H2O moet nog een 2 staan, maar dat hebben we ook al besproken. Enzymen zijn eigenlijk eiwitten. En we hebben gezien dat uh, eiwitten die zijn opgebouwd uit minstens één polypeptide-keten. ketens bestaan uit aminozuren. Nu, er zijn tussen die polypeptideketens, ketens of die polype polypeptide-ketens, sorry, hebben een um, 3D-vorm. En die 3D-vorm is ontstaan door. Allerlei factoren, bijvoorbeeld door waterstofbruggen tussen verschillende aminozuren. Die zorgen ervoor dat er bijvoorbeeld alfa-helixen ontstaan. Hier zie je zo'n helix. Of beta-platen zie je hier bijvoorbeeld. Dus dat betekent, zodat we eiwitten gaan oververhitten of enzymen gaan oververhitten, dan worden die stabiliserende bindingen, bijvoorbeeld waterstofbindingen, verbroken. Het zorgt ervoor dat enzymen hun 3D-functie of die 3D um, configuratie verliezen. En daardoor verliezen die ook hun functie. Dus die worden niet meer functioneel en die kunnen geen reacties meer gaan versnellen. Dit ga ik heel heel kort uh, overlopen. Want dat heb ik al besproken met jullie. Maar dus er kan een katabole reactie plaatsvinden, een substraatmolecule bindt aan het actief centrum van een enzym, dat wordt afgebroken uh, en we krijgen reactieproducten, dus bijvoorbeeld twee monosacchariden. Anabole reactie, bijvoorbeeld twee substraatmoleculen binden aan twee actieve centra van een enzym, binden aan elkaar tot de vorming van een reactieproduct, bijvoorbeeld een disaccharide. Dit is eigenlijk hoe dat uh, Enzymen reacties versnellen en reacties mogelijk maken. Ook dit hebben we al besproken, maar ik zal het nog kort even overlopen, omdat dit toch al eventjes geleden is. Deze grafiek hebben we trouwens zelf gemaakt. Maar wat doen enzymen dus? Zij, ver, we, zij verlagen de activeringsenergie. En we weten hopelijk nog, de activeringsenergie is eigenlijk de energie vereist om een chemische reactie te activeren. De naam zegt dit eigenlijk. Dus de energie die nodig is om een reactie te laten plaatsvinden. Nu stel dat we twee reagentie hebben, dus twee producten die we met elkaar laten reageren, bijvoorbeeld glucose C6H12O6 met O2. Deze reactie is trouwens de celademhaling en dat gaat vorming geven tot reactieproducten CO2 en H2O. Onder normale voorwaarden, dus zonder enzymen is er natuurlijk, ja, er is altijd een activeringsenergie vereist, maar zonder een enzymen ligt die activeringsenergie vrij groot. En je ziet eigenlijk, tussen deze stippellijn en deze stippellijn, uh, dat is eigenlijk de activeringsenergie. Je ziet, die ligt vrij hoog. En nadien wordt de energie verlaagd tot als we op het eindpunt komen, namelijk de reactieproducten die gevormd worden. En er komt ook energie bij vrij, want we zien... De eindsituatie bij de reactieproducten ligt lager dan de beginsituatie bij de reagentia. En dat verschil in energie, dat is eigenlijk hier weergegeven door die pijl, dat is de energie die is vrijgekomen bij deze reactie. Dat is althans uh, het geval bij exoenergetische reacties of bij uh, afbraakreacties: het geval bijvoorbeeld de celademhaling, er komt uh, energie vrij. Die energie wordt vaak vastgelegd onder de vorm van ATP, maar dat is hier niet echt van belang. Um, dus wat doen enzymen met enzymen? Wat zien we? Die activeringsenergie ligt een stuk lager. Met andere woorden, we moeten veel minder energie gaan investeren om die reactie te laten plaatsvinden. De eindsituatie is nog steeds hetzelfde. Um, enzymen eindigen meestal op azen. Dat is niet altijd het geval. Um, en de namen zijn niet altijd zo voor de hand liggend, maar bijvoorbeeld lactose wordt afgebroken door lactase, peptide wordt afgebroken door peptidase of protease enzovoort. Tip: maak een lijstje of kaartjes met alle enzymefuncties en waar ze voorkomen. Een nuttige studeertip. Nu, wat zijn eigenschappen van enzymen? Hier zijn we nog niet uh, geraakt. Nu, enzymen. Zijn substraatspecifiek. specifiek dat hebben we daarnet al gezien. Enzymen hebben een actief centrum waarop bepaalde substraatmoleculen kunnen, sorry, kunnen binden. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met een sleutel. Een sleutel past natuurlijk op één slot. Het sleutel is in dit geval het substraat. Het slot is ons enzym. Dat noemen we dus het sleutel principe Met andere woorden, neem je een ander sleutel of een ander substraat. Dat past natuurlijk niet in dat slot of in het enzym. Uh, en dus er zal er geen reactie optreden. Pakken we de juiste sleutel en steken we die in het juiste slot, dan zal er natuurlijk wel een reactie kunnen uh, plaatsvinden. Enzymen zijn ook reactiespecifiek. Wat wordt daarmee bedoeld? Een bepaald enzym kan één reactie uh, kan aanleiding geven tot één reactie, en een ander enzym kan aanleiding geven tot een andere reactie. Nu, dat wil niet zeggen dat uh, in die twee reacties er totaal verschillende substraatmoleculen aanwezig moeten zijn. Want een bepaald enzym kan wel zorgen voor uh, het aaneenkoppelen van bijvoorbeeld één uh zelfde molecule als bij een ander enzym. Zowel bij enzym 1 en 2 kan glucose in de reactie voorkomen. Maar bij het ene wordt dan saccharose gevormd, en die saccharide, als glucose en fructose binden aan het enzymen. Of bij enzym 2 uh, bindt glucose en fosfaat en dat zorgt dan voor de vorming van glucose fosfaat. Er zijn nog andere kenmerken. Um, enzymen, ja, of eerder substraatconcentratie, sorry. Ik ga het, ik ga het niet beginnen. Um, we kijken naar de reactiesnelheid op de y as en we kijken op de x-as naar de substraatconcentratie. Dus bijvoorbeeld uh, in dit geval is dat een, een disaccharide. We zien ook er zijn enzymen aanwezig Dus stel, hebben we hebben een oplossing met uh, enzymen en we voegen substraatmoleculen toe. Dus naarmate dat we meer substraatmoleculen toevoegen, wat zie je? De reactiesnelheid neemt toe. Wat ook logisch is natuurlijk, want de enzymen katalyseren of versnellen de reactie. Maar je ziet wel op een bepaald punt, naarmate we steeds meer substraatmoleculen toevoegen, wordt er een soort van verzadiging bereikt. Je ziet de reactiesnelheid, die gaat eigenlijk niet meer versnellen. Want die gaat ook niet vertragen, maar die gaat ook niet versnellen. Hoe komt het nu eigenlijk dat er verzadiging optreedt ter hoogte van dit punt? Dat is een vraag. Nu, waarschijnlijk heb je zelf een idee. Maar als je kijkt naar de afbeelding, naarmate we meer substraatmoleculen toevoegen, zijn eigenlijk alle actieve centra van de enzymen bezet. Dus of we nu meer substraatmoleculen toevoegen, dat zal geen positieve invloed meer hebben op de reactiesnelheid. Dus dat komt omdat alle enzymen al eigenlijk reacties aan het katalyseren zijn. En alle actieve centra zijn bezet. Waarvan is de reactiesnelheid nog afhankelijk? Niet enkel van de substraatconcentratie, maar ook van de enzymconcentratie. En er is een recht evenredig verband. Dus hoe meer enzymen er aanwezig zijn, hoe sneller de reactie zal plaatsvinden. Indien er natuurlijk voldoende substraat aanwezig is. Andere factor: de temperatuur. Dat weten jullie al. We hebben gezien uh, vorig semester. Um, bij de factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden, dat de temperatuur een heel belangrijke factor speelt bij de reactiesnelheid. We hebben gezien dat algemeen genomen uh, als we de temperatuur gaan verhogen, de kinetische energie toeneemt, dus de deeltjes gaan sneller bewegen en dus de kans op een chemische reactie zal toenemen. Nu enzymen, die zijn eigenlijk um, werkzaam bij een ideale temperatuur. Dus die hebben die gaan het meest werkzaam kunnen zijn, het best kunnen werken bij een optimum temperatuur. Nu, die optimum temperatuur ligt voor heel wat enzymen gelukkig rond 37 graden Celsius, wat onze lichaamstemperatuur is. Maar stel dat we die temperatuur gaan verhogen, wat zien we? De reactiesnelheid zal afnemen. Hoe komt dat? Uh, dat hebben we daarnet besproken. Enzymen die verliezen hun 3D-structuur door verhitting en dus die worden niet meer functioneel. Het niet meer functioneel worden van een enzym door een te hoge temperatuur noemen we denaturatie. Nu, stel bijvoorbeeld dat we zitten bij 50 graden Celsius. De reactiesnelheid is niet optimaal. Maar die zal afnemen. Dus dat wil niet zeggen dat de reacties niet kunnen plaatsvinden. Dat wil gewoon zeggen dat de reacties minder snel zullen plaatsvinden. Pas vanaf 60 graden, in dit geval in deze grafiek, kan er geen reactie meer plaatsvinden. Omdat eigenlijk alle eiwitten, alle enzymen alle enzymen zijn gedenatureerd. Zijn kapot. Ze dus zijn niet meer werkzaam. Nu, als we kijken onder die optimum temperatuur. Ze verlagen. Spreken we niet over denaturatie, maar over deactivatie. En dus, enzymen verliezen hun uh, werking. Uh, er is te weinig kinetische energie aanwezig, de moleculen bewegen niet snel genoeg en uh, de, het enzym-substraatcomplex kan niet gevormd worden. We zitten bijna aan het einde van dit filmpje. Um, ik ga jullie enkele oefeningen meegeven. Denkoefeningen over uh, die optimum temperatuur. Uh, en dat gaat op Socratief zijn. Die link ga ik nog meegeven. Maar net zoals een optimum temperatuur hebben enzymen ook een optimum pH. De meeste enzymen hebben een optimum pH van ongeveer 7. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld onze maag, in onze maag zijn enzymen aanwezig. Je weet hopelijk ook dat de maag een heel zure omgeving is. En we hebben al gekeken naar de zuurtigraad van uh, oplossingen. En we weten dat um, zure oplossingen een lage pH Lager dan, Minder dan 7. Bijvoorbeeld als we kijken naar deze grafiek. Hier zien we de pH-waarde. En we zien de reactiesnelheid op de ei-as. We zien bij een pH van 2 is pepsine, staat hier A, pepsine. Bij pH2 is pepsine het enzym actief. Dus dat is de, het pH optimum van pepsine. PH, euh, sorry, pepsine heeft een pH optimum van 2. Dat betekent dat kan het beste eiwitten afbreken. Bij een pH van 2, dus een heel zure omgeving, vandaar dat pepsine werkzaam is in onze maag. En pepsine is een e enzym dat eiwit afbreekt. Nu, um, er zijn nog andere enzymen die voorkomen in ons lichaam, in ons spijsverteringsstelsel. Bijvoorbeeld bij een pH-optimum van 7 is um, speekselamylase heel actief. Speekselamylase. Dat is een enzym dat voorkomt in ons speeksel en dat breekt uh, sacchariden af. Dus de eerste stap van de spijsvertering vindt eigenlijk al plaats in de mond, waarbij er speekselamylase wordt geproduceerd door ons speekselklieren. En dat enzym breekt sacchariden af en is het best werkzaam bij een pH van 7. Nu. Ik weet niet of dat, uh, sommigen onder jullie uh, dit scenario herkennen, maar stel, um, dus deze man heeft pijn uh, aan zijn buik tijdens het lopen. En dat komt vaak door een, ja, een, een ademhaling die niet goed, uh, goed is. Of als we lopen bijvoorbeeld vlak na het eten. Um, want stel dat we zware inspanningen leveren, de celademhaling uh, kan dan niet correct plaatsvinden. Dus glucose met O2, zuurstofgas, wordt dan niet uh, zoals het hoort omgezet naar CO2 en um, water. In de plaats daarvan wordt glucose omgezet naar melkzuur, naar lactaat. Um, lactaat kan opsplitsen in H-ionen. En we weten hopelijk nog dat uh, de oplossing. Of de pH van een oplossing gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van uh, waterstofionen. Uh, dus dat betekent als er lactaat wordt gevormd en die H+ ionen vrijkomen, zorgt voor een lage pH. En daardoor zullen heel wat enzymen gaan denatureren. Dus die verliezen hun functie. Daardoor kunnen uh, spiercellen bijvoorbeeld hun functies niet correct uitvoeren. Uh, en dat kan dan zorgen voor krampen. Oké, okay, we zitten aan het einde van deze les. Dus uh, naast de Socrative, enkele denkvraagjes, ga ik jullie ook een korte Kahoot-challenge delen. Dus die link ga ik jullie ook delen. Ik hoop dat het duidelijk was. Um, indien er vragen zijn, aarzel niet om mij een mail te sturen. Veel succes met de Socrative en met Kahoot. En tot de volgende.